Doet nu een vlog. Mijn naam is Doe de Remus. Haar naam. Zijn boelijke. En die erin zit, is Bea. Kijk. Arantje stikt uit. Ah. Ja, ik was dus met een portefeuille vergeten. Even gaan halen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Alsjeblieft, schat. Uw sleutels en heb je goed geslapen? Ja. Maar wel jammer dat je terug naar huis moet, hè? Dat is waar. Maar zeg eens tegen de kijkers wat ik vandaag al heb gedaan op een uurtje tijd. De flessen opgeruimd. De afwas, denk ik. Ja, ook. Wat nog? Wat opgeruimd. Ja. Voilà. En de vuilniszakken buiten gezet. Juist, de vuilniszakken buiten gezet. Jawel. Het moet allemaal gebeuren, hè, schat. Ja. En zeg ook maar eens tegen de kijkers wat ik deze week aan dans heb met het werk. Dat je weer moet toppen. Voilà. Dus dat betekent dat we er iets heel leuks kunnen van gaan maken. Misschien gaan magneetvissen, dat weet ik nog niet. Het weer laat zich wel. Ik heb er wel schrik voor. Het is nog redelijk wat bewolkt. En zit iemand mij weer op voor mij inschieten, jod. Dat was niet getwijfeld van hem, hè? Nee. Gewoon rijden die kant op. Oké, eerst de flessen weggooien die in een glaspak moeten. Dan kan ik u afzetten, kan ik zo doorrijden naar de Carrefour. Kan ik de andere lege flessen daar deponeren en dan ga ik terug richting mijn thuis. Dan zijn al de flessen allemaal al weg. Ja, mensen, je moet redelijk wat sorteren. Hè. Dus gelijk, sommige glas mag je dus niet binnenbrengen bij een winkel en die moet je dan weer gaan sorteren. Dus gelijk in de glasbak en in al. Dus zit je die kerkgender? Ja. Daar staat de glasbak. En zo rijden we dan zo op de expressweg. Allee, kijk eens, ik zie jullie zelfs allemaal wel terug. Nogmaals, excuses als de vlogs nu niet om 7 uur online komt. Dat heeft één reden, dat is smalband. Jullie hebben ook gezien dat het 6 na 12 pas was geweest dat mijn vlog van zaterdag is online gekomen. Ik weet niet om hoe laat dat de vlog van zondag online gaat komen. Ik weet het niet. Voilà. Jij moest voor 9 uur thuis zijn, hè? Ja. Dat is allemaal getimed. Allee mensen, ik zie jullie zelfs terug. Yo. En haar deze avond. Voilà. Schat. Zelfs kom ik te laat bij mijn thuis. Oh ja. Je neemt stel dat het een uur is. Een uur? Dat is maar in een kwartiertje nu. Ja, maar stel je voor dat het een uur was. Ja, dan moesten we aan de rode lichten. Ik kon mijn begeleiding niet laten weten, want dat is iemand die ik nog niet goed ken. Ah. En ik heb haar gsm-nummer niet. Ah. Maar het is maar een kwartiertje dat we hier zitten aan te schuiven nu, schat. Geen stress, don't panic. Don't panic. Waarom moet je stressen, mensen? Je kunt er toch niks aan veranderen. Nee, maar volgende keer moeten we eraan denken dat ik toch s'avonds op zondag naar huis ga. Voor dat kwartiertje vielen. Ik zit er niet graag en ik stress dan, want meestal in de files gebeuren er meer ongelukken. Hier niet, alhoewel van. Hier zijn ze al rustig aan elkaar aan het rijden. Hier sluiten we continu rustig aan en aan en aan. En ziet waar wij spaties ook tussen laten, tussen de auto's. Ja, maar kijk achter u, die is korter bij u dan jij bij die andere. Ja. En dat kan zijn dat die taxi, hè, dat bij wel is. Mag het of niet? Ja, allee, tot zover. Afgezet. Nu ben ik onderweg naar de Carrefour hier op de
grote ring dus, van Hasselt. Ik ga lege flesjes typoneren. En daar geld voor halen. Allee. Ik wil mij klaar houden voor kunnen af te slaan. En dan zie ik ook nog de gendarme. Amai. Zonder pinker en al. En dat is de gendarme hier. Amai. Overal geen pinker, meneer. Dus als jullie pinker aan als je zo van die rare manoeuvres uitvoert. Oh. Voilà. Ups. Ik ben er bijna. Nee, ik ben nog geen volgende keer. Zelfs is dat pas open om 9 uur. Wie staat hier voor? Voilà, mij parkeren. Ik parkeer altijd het rijk dat ik terug kan uitrijden. Zo, leeggoed is terug binnengebracht. Het was exact 2 euro. Peace! Jawel. Maar nu ga ik richting mijn appartementje dringend moeten rijden, want ik moet ook naar de wc. En hier kost het 50 cent. Dus dat zijn al 5 flesjes waar ik dan al verlies. Nee. Dus hup, naar mijn thuis toe om naar de wc te gaan. Ik zie jullie allemaal straks terug. Ik zal zeggen, geniet maar van een onride. You. Gordelken uit, raamke toe, deurken open, handrem op, sleutels nemen. De juiste sleutels natuurlijk. Dat afkoppelen, dan jullie meenemen. Uitstappen. Deurken toe doen. Dan zo naar binnen. Oh, daar mijn buurvrouwke goeiedagske zeggen. Zo, nu ben ik wel officieel op mijn appartement aankomen. Nu nog de eerste sleutel nemen. Dan ga ik beginnen met fase 2 van het opruimen. Ik hoor dat de radio nog aan staat. Niet goed, stroomverbruik. Want hoor hè. Ik hou mijn hand hier en met een andere hand ga ik mijn gsm vast aan luisteren. Ziet, de radio stond nog aan. Dimmi toch. Waar ben ik met mijn gedachten? Ik weet het niet. En ik ga sowieso zeggen, kijk eens naar de wolken. Dat zit er ook niet in, want ik wou eigenlijk vandaag dan gaan magneetvissen. Dat ik toch vandaag niks te doen heb. Wat ik dan vandaag doe? Ik weet het nog niet, misschien nog wat Trackmania of... een andere spelletje spelen. Ja, dat ga ik doen. Allee, tot straks. Nee, ik kon nog iets doen. Do be silent, I still will. Do be like, I still will. Thank you.
Ik kan deze ook nog. Diridamba, 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 hello, lele, diridamba, 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 ja, ja, la. Van wie is dat? Ja, ik ga zo wat liedjes zingen. En jullie moeten raden van wie het komt. Van Afrika tot in Amerika. En dan ken ik de tekst niet meer. Wij zijn bij de brandweer, wij zijn bij de brandweer. Als het brandt, dan blussen wij het vuur. Oh yeah! Laat het hieronder in de reacties weten welke liedjes dat ik heb gezongen. Ik ga nu weer terughalen. Dan ga ik ook eerst naar mijn ouders thuis. Dan van mijn ouders ergens op richting Sint-Truiden. Van Sint-Truiden kom ik terug naar mijn appartementje. Ja, daar staat nog tussen een heleboel voor het programma. Ja, eens even zoeken, eens kijken als alles weg is. Ja, alle vuilzakken zijn weg. Even ook kijken in de brievenbus. Niks, oké. Oké, nu vertrekken. En ik ga je zeggen, ik ga nog eens even een timelapse maken. Hè. Maar deze is nu echt een redelijke lange. Dus geniet ervan. You are still in my mind. The truth is so hard to find. With all the things that's going on, I lost track, I felt so strong. Maybe you are
kijkers en welkom nog eens op een QQQ&A. Er is niemand of geen vragen gesteld op Discord. Dat betekent dus dat het een hele korte Q&A gaat worden. Tegenover iets anders. Dus we gaan nu naar vlog nummer 777. Daar heeft Head on it to many big bites. Now I'm a gorilla. Een hele tekst gepost. Omwille van die ene filmpje nog altijd. Ik ga het eens even voorlezen. Geachte heer Remus. U realiseert u dat de meeste asielcentra zodanig krap zijn. Dat mensen daar met 4 op 1 kamer liggen. Vergeleken met u. Die een groot appartement voor zichzelf heeft. Die zo goed als gratis is. Wat betreft uw frauduleuze copyright claim. Auteursrechtenklacht. Op mijn video. Genaamd Timmy Flashback na LSD Bad Trip. Catrin Platin. Het gebruik van uw beeldmateriaal. Staat onder juridisch statuut. Fair use of copyright law. Dit wil zeggen dat stukken van auteursrecht beschermde media gebruikt mag worden. Enkel indien deze enkele seconden lang zijn met een duidelijke vermelding naar de originele maker. In het geval van Timmy Flash na LSD Bad Trip Catrin Platin wordt in geen enkel deel van de video mediafragmenten getoond die niet voldoen aan dit statuut. Ook staat in elke respectievelijk mediafragment een duidelijke watermerk van Psycho TV logo. Gelieve deze valse klacht te verwijderen. Indien dit niet hersteld wordt, zal via een gebouwde YouTube-functie de klacht aangevochten worden met als gevolg dat uw contactgegevens beschikbaar gesteld worden aan mijn advocaat. Ik kijk uit naar het oplossen van deze zaak en verdere samenwerking en voortgang van het kanaal genaamd Psycho TV. Met vriendelijke groeten, head on to many big bites, name I'm a gorilla. Ik heb erop gereageerd, je doet maar gast. Mij zal je niet klein krijgen, punt uit. Ik hoop dat ik daar een goede reactie heb op gepost. En dan wil die head on to many big bites, name I'm a gorilla. Afzakken TV, je zit mee aan het pesten. En YouTube zal het ook zo zien. Het gebruiken van andermans video is toegelaten, zeker als daar uw watermerk op staat. Ik zie u in de rechtbank, heer Remus. Dan heb je daar weer al op gereageerd. Wat ga je daar bereiken op de rechtbank? Alleen jou belachelijk stellen? Echt waar. Je doet maar wat je niet laten kan. Bij deze, ja, dat weten jullie ook het reden en zeilen van Big Bites I'm a Gorilla. Dan gaan we door naar vlog nummer 778. Daar had hij dus een spelfout gemaakt. Boot schaf. Daar heeft Shift Happiness. Happens. Ik ga het even opnieuw spellen. Shift Happens. Heeft mij daar ook verbeterd. Dankjewel. Hey Demi. Je bent de reactie van vlog 770 vergeten voor te lezen. Dan heb ik daarop gereageerd. Zullen we dat doen in de volgende Q&A? Bij deze gaan we dan daar ook nu rechtstreeks gebruik van maken. Half hand, dus vlog nummer 770. Half hand. Als ik mooi meisjes zie, heb ik soms ook een misgroeiing. Oké dan. Ja. En dan Simon Buts heeft daar ook op gereageerd. Ja, ik ook. Ik word 's ochtends ook vaak wakker met een flinke misgroeiing. Ha 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 ha. Oké dan. Dan gaan we door naar vlog nummer 780. Shift happens. First, profi shot. Dan Sarah Dox. Oké, goed, Dimi. Goed geluisterd naar mijn reactie van Rommel. En dan heeft zij er nog eens op gereageerd. Je kan misschien een kast bijkopen op gratis zoekertjes op tweedehands. Kan je veel vinden of via Facebook groepen.
Zo hebben wij een gratis kast helemaal opgeknapt voor onze berging. Je kan het zo goedkoop maken als je zelf wil. En zeker niks mis mee. Oké dan. Merci voor de tip, S-Docs. En dan Counter-Strike 10, geen reacties. Counter-Strike 11, geen reacties. Day of Defeat, Source, de 24ste filmpje. Good gameplay, bro. Game al Agrantino. Thank you for your comment. And please tell your friends to subscribe my channel. Please. I need the 1000 subscribers. Thank you. En dan ook de 25ste. Heeft hij ook gereageerd? Good. Thank you. Again. En dan vlog nummer 781. Haha, ligt je een beetje onder de sloef? 1148, 1319 en 1341. Daar gaan we eens even ook mee kijken. Ja. Dat is één keer schat. Twee keren. Met YouTube, we kunnen met elkaar chatten. En drie keren schat. Ja, daar heeft Bea echt mee heel vaak geroepen. Schat, schat niet te lang, schat. Oké. Dan Ben Verdict. Waarom stotte jij ineens met filmen naar het stuk op 11:41? Het werd net spannend. Je moet uw vlogs wel interessant voor de kijkers. Interessantste krijgen we niet te zien. 11:41, dat gaan we ook eens bekijken. Dat weet ik ook wel. Ja. Ah ja, juist, omhoog van die switch, waar dan mijn schat ook nog iets zegt tegen mij, maar ik weet niet meer juist wat. En ik denk dat zij het ook niet meer weet. Schat, weet jij het nog? Oké. Ik heb hier even een reactie zien voorbij komen op Psycho Channel. Ik durf niet. Oh. Ja, ik probeer ook via Discord probeer ik nu ook in de spraakchannel te mensen hun vragen te laten beantwoorden. Ik zal het zo zeggen. Dan gaan we verder. Waarom doet je eigenlijk nog vrijwilligerswerk als je er toch niet betaald voor wordt? Kun je niet beter een opleiding doen met echte job te krijgen? Zwolukan. Ik ga daar stoppen in de Ravelijn. Dat staat nu definitief vast. En over 2 weken ga ik op zoektocht gaan naar een nieuwe rusthuis. Dus nog een goede 3 keer dat ik naar het Ravelijn ga. Tot ik een omvloeding heb naar een andere nieuwe rusthuis. Ik ga sowieso één ding zeggen. Waarom blijf ik naar die rusthuis gaan? Dat is om niks dan ook te vergeten. Wat ik ja, daar heb geleerd dan. En dan over wie heb je het op 1 minuut 41? Daar gaan we ook eens even naar kijken. Ah ja, de paarden. Daar stond ook een paardenkraam in Zuid-Leeuw. En ja, en die mensen ken ik. Daarbij. 11. 10 van iSolo.com. Dit is toch wel een rare shit. Heb je nu weer gedaan, Dimi? Toch niet waar een kaart gestuurd? Dan ga ik eens even kijken. 11:18. Ah, ik heb niet in één keer naar Kaat gestuurd, daar is daar niks van. Wat er dan juist
is wel eens gebeurd dat ja, het was wel lastig dat ik geen geld heb gegeven aan mijn papa, dat mijn papa mijn pand heeft gemaakt. Daar beantwoordde ik ook in een keer de vraag van S-Docs. Mensen die u helpen, mag je wel iets geven hoor. Al is een kleine attentie of een cent. Het lijkt precies vanzelfsprekend dat de ouders alles gewoon moeten doen. Bea heeft wat gelijk met uw papa. Er komt een tijd dat wij voor onze ouders moeten zorgen. Die hebben ons van kleins af aan grootgebracht. Dankzij hun staan wij in het leven. Dat is ook weer al waar. En dat is een hele mooie filosofie of zoiets. Bij deze. En je hebt gelijk. En dan gaan we over naar Rollercoaster Tycoon 1, episode 1. 0 reacties op Risk. Wel 2 reacties. Van Ben Verdikt. Uw gaming video's zijn bijna onmogelijk te bekijken. Het beeld blijft de tijd vasthangen. Zie bijvoorbeeld 1.50. Eens even kijken. Ja, alles zoals het laat staan als het stopt. Medium. Maar wel even easy. Ah ja, ik zie het. Dus mijn beeld blijft gewoon staan. Blijft hij op meerdere plaatsen staan? Oei, hier één. Ja, blijkbaar wel. Oei, ja. Kijk. Kar. Je hebt gelijk. Dus Risk gaat precies ook niet. Dus dat staat dan ook weer in de hold. Voor binnenkort dan nog wel eens een heropname te doen als ik eens een nieuw pc heb. Vlog nummer 782 zijn er geen reacties. Bij deze ben ik dan ook helemaal rond. Ik ga ook niet meedoen met de buurtpolitie. Jammer genoeg. Ik blijf sowieso nog in de media. Ik ga proberen nog ergens anders eens mee te doen. Als eens nog eens iemand zoeken bijvoorbeeld. Bij deze. Ik ben zoals heel snel aan het kijken. Nee. Dream BB. Waar zoeken ze daar? Een mannelijke voorbijgangers. Oké, je krijgt daar 15 euro vergoeding, maar dat is redelijk laat. Jammer genoeg. En dan hebben we hier nog publiek. Hier 10 euro vergoeding. Eerste opdracht. Film voor de derde jaar onder leiding van Stijn Konings. Betreft een scène van 3 à 4 minuten. Je krijgt 10 euro vergoeding. Nee, daar doe ik dus ook niet aan mee. Dan hebben we nog de ideale wereld. Nee, daar gaan we ook niet aan meedoen. Ofwel, schat. Oké. Bij deze ga ik ook de vlog afsluiten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Mijn naam is nog altijd Tim de Remus. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie ook het rijden en het zeilen van Cycle TV. Ook van de nieuwste video's die worden geüpload. Dus tot morgen.